Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van City Skylines. En we gaan gelijk beginnen met de stations aan te sluiten. Daar was ik ook even op aan het wachten, want ja. Daar geen City Skylines video's online kwamen. Ja, dat heeft een reden. Ik was het gewoon vergeten, dat is de reden. Wat een stomme reden was dat. Oké, mensen. Vanaf nu zal ik het proberen niet meer te vergeten. Maar, dan wil ik wel, in totaal, als ik het niet moet vergeten, dan wil ik wel op deze video sowieso wel de 100 likes zien. De 100 likes. Als ik het nooit meer moet vergeten. Oké, ik weet nu al dat we het totaal niet gaan halen, maar oké. Ik zal het wel verlagen naar 50 likes. Mensen, als ik het nooit meer mag vergeten, dan wil ik van jullie 50 blauwe duimpjes omhoog zien. Dus 50 likes. Jee. Ja, ik ben op weg naar het grote spoor om het daar aan te sluiten. Hier. Ik heb het lekker aangesloten. Even nog een stukje hier. Dat niet gebruikt kan worden, want er ligt geen spoor. Nu ligt er hier geen spoor. Suzanne, hier ligt spoor, perfect. Suzanne is er blij mee. Dus dat is nu aangesloten, lekker door deze berg heen. Zet ook in de reacties of ik met deze berg iets moet doen, een bergwijk of... Maakt niet uit, zet in de reacties wat ik ermee moet doen of ik er iets mee moet doen. Maar mensen, we hebben een bol van problemen. Allemaal zieke mensen. Wacht, het water. Gaat het wel goed met het water? Waar is het pompstation? Het pompstation is hier. Waarom zijn mensen ziek aan het worden door het water? Ja, moeten jullie maar geen water drinken, hè? Godsverdomme. Oké, maar mensen... Dus, stations zijn aangesloten. Heel vreemd, echt in een aantal seconden zijn ze aangesloten, maar eens nog, ze zijn aangesloten. Gaan we de vuilberg uitbreiden? Eigenlijk is de eerste vuilberg al genoeg, al groot genoeg, maar als ik echt nog vuilnisproblemen krijg, dan breid ik het nog eens uit. Maar ja, tegen de volgende video ga ik geteld hebben hoeveel vuilnisbelden hier zijn en hoeveel incinerators. Dus hoeveel verbrandingsovens en hoeveel vuilnisbelden hier in deze vuilberg zijn. Dat ga ik dan even uittellen. Even tellen. En dan zeg ik het in de volgende City Skylines video. We zijn 4 minuten en 40 seconden bezig. Dat gaat nog trager voorbij dan de World of Warships video. Maar goed. Hoe kan ik het nog uitbreiden? Ja, gewoon wegen plaatsen.
Lekkere wegjes. Woep woep. Had je ook al zet in de reacties of dat je zin hebt morgen om naar school te gaan? Op een of andere manier vind ik het om naar hier op school te gaan toch wel iets leuker. Maar wel iets meer stressgevender, want ja, je bent alleen op de bus en al die dingen. Ah, Jalko, jij hebt een auto. Wij niet. Jij en Zita hebben een auto, maar die wouden per se samen met mij naar school. En ik weet niet waarom ze hier remmen. Waarom freaking remmen ze hier? Normaal gezien zou je voorrang van rechts moeten geven, maar in mijn stad, in sommige kruispuntjes of ja, stukken waar wegen bij elkaar komen, is het juist voorrang van links. Dus ja, stopbord aan voor de rechter mensen. Maar ik weet echt niet waarom dat ze hier stoppen. Ze maken een hele file. Elke auto stopt. Rijd door. Oh, nog een auto erbij. De blauwe auto. Wat voor soort auto is het? Een hatchback. Dit is een garbage truck, een garbage truck, een garbage truck. En dit is een station wagon. Perfect. En dit is een huis. Lol. Wat krijg je? Zet het in de reacties het antwoord op deze vraag. Wat krijg je als je bij het woord lol de o een u maakt? Typ het in de reacties. Bij het woord lol. L-O-L. Als je die u. Als je die o een u maakt. Zet het in de reacties. Oh. Flip, waarom zeg ik dat? Iedereen weet dat dat iets wil betekenen. Kekkeliekeblik. Kekkeliekeliekeliek. Ik heb een kip in mijn huis. En dan heb ik een grote muis. In mijn huis. In mijn huis. 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 Ik heb nergens een metro. Die metro's die plaats ik ook bijna nooit. Ik heb één harbor. Wat zou ik nog plaatsen? Vliegveld. Ik heb al een vliegveld, dus dat is niet echt nodig. Hier is nog een kliniekje. Die stroom nodig heeft, die stront nodig heeft. Kijk dan heb je stroom. Dan heb je een stroom in je stront zitten. Mensen, hier komen nog niet echt appartementen tevoorschijn. Misschien als ik hier stroomkabels leg. Allee, zet. Ik hou van stroomkabels. Ik hou van stroomkabels. Ik hou van stroomkabels. Stroomkabels. Even Jurassic Park nadoen. Ik hou van stroomkabels. Ik hou van stroomkabels. Ik hou van stroomkabels. Ik hou van stroopwafels. Ik hou van stroopwafels. Ik hou van wafels en van stroop. Van waar komt. Ah ja, dit riviertje heb ik alleen maar gemaakt puur om de stad te beschermen tegen die ene overstroming. Ik wou net zeggen van waarom, hoe de hel is dat water hier gekomen? Maar dat beekje had niet. Dat had niet echt nut, want de helft van Valley Square was weg.
En het is nog niet eens helemaal volgebouwd. Allee, de helft is nog niet eens ingesteld dat die rozen moeten komen, maar nou kunnen de huizen komen hoor. Zelfs de stukken waar dat ingesteld is om huizen te laten komen, ja, daar zijn nog niet eens huizen gebouwd. Dus ja, dat is mijn lever, is mijn lever nog goed? Nee, dat is hij niet. Met Zwarte Piet, want zal ik ophouden? Zal ik stoppen? Ja! Oké. Goeie. Met al die koeien. Die loeien. Hier heb ik een pretpark midden in mijn stad. Waarom niet? Midden in Valley Square. Maar goed, Robin Square wordt de grootste volwassene die er zal zijn in mijn stad. Dat gaat helemaal door tot het einde zelfs van mijn bouwgrond eigenlijk, ja. Maar dan de grote versie stadsbouwgrond eigenlijk, stadsbouwgrond. Helemaal tot het einde door. Van kant naar kant eigenlijk bijna. Hier is het water, dus hier stopt dat. Maar goed, we zijn 11 minuten, nee, 12 minuten bezig. En ja, ik ga hier nog huizen laten bouwen. Blauwe. Ja, ik ga nog huizen laten blauwe. Nee, groene. Want het zijn groene tekentjes dan. Pam, 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 tekenen met Rick. Waar? Dit wil ik appartementen hebben. Appartementen. Appartementen. Lekker appartementjes. En dit weer allemaal propere, mooie huizen. Dit stuk land ga ik nog wel volbouwen. Speciaal voor Robin Square. Want ja, het volgende dorp wordt zelfs nog groter. Waarschijnlijk ga ik daar de berg nog voor moeten gebruiken. Maar dat gaan we nog wel zien. Wat jullie natuurlijk in de reacties zetten van wat ik moet doen met die berg. Ik ben nu even dat stuk land nog aan het zetten in die zone van Robin Square. Dan bedoel ik niet zone van kinderen natuurlijk, maar ja, de zone. Dus ja, de zone. Als jullie weten wat ik bedoel, een gebied. Ik zet even een gebied klaar. Of misschien gebruik ik dit stukje land nog wel voor een nieuw dorp, maar dan echt een heel klein dorp. Maar geloof mij, het laatste dorp dat ik hier ga bouwen, gaat waarschijnlijk dit hele stukje inpakken. Plus de hele rivier. Dit is nog best wel een mooi plekje. En ik heb mijn stad helemaal in de rechter gezet. Oh, in het begin leek het dat boevenhoofd echt op een vuilnis tekentje. Maar goed mensen, ik ga de video hierbij afsluiten. Mensen, like, abonneer. En ja, ik ben live. Allee, ik ben niet echt live, maar ik ben in de video weer aan het opslaan. Dus die heb ik opgeslagen. Nu de andere. In ieder geval, naar dat station moeten we nu maar kijken, want die hebben we net al aangesloten. Waar ligt die ongeveer? Ja, daar ligt die. Van de hele stad. Een tablet lijkt even. Maar we hebben best wel wat problemen. Mensen, like, abonneer en check hoe groot gebied dat de vuilberg pakt. Zet ook in de reacties of je dit kan lezen. Tot de volgende video.